بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Vorige week hebben we een les behandeld over sujud al-sahw. Sujud al-sahw, sujud in de die te maken heeft met vergeetachtigheid tijdens het gebed. Als het goed is, herinneren jullie dat nog heel goed. Zullen we dat yani, even kort herhalen? Of is dat goed begrepen? Ja? Even kort herhalen, omdat dat vaak voorkomt. En omdat heel veel en in verschillende gevallen situaties zich voordoen. Waardoor het misschien een beetje moeilijk is om dat goed te onthouden. Als je dat niet goed noteert. Daarom misschien het beste. Want dat is eigenlijk ook met alle soorten kennis. Het beste daarvan is noteren. Want vroeger, en in de tijd van het zelf, heel veel van de zelf schreven niet. Zij onthouden. Bukhari en dergelijke. Zij onthouden, ze hoefden niet te schrijven. Een van de zelf was een heel grote geleerde. En hij zei, ik heb nooit zwart op wit geschreven. Als grote geleerde in hadith. Hij zei, ik heb nooit zwart op wit geschreven. Andere woorden, en hij heeft nooit geschreven. En zwart is inkt en wit is papier. En hij heeft nooit geschreven. Maar hij heeft wel zoveel kennis vergaard en opgedaan. En hij zei zelfs ook, hij zei, als iemand datgene wat ik ben vergeten zou leren, zou het die geleerde zijn. Yani, hij is heel veel vergeten, maar ondanks dat hij veel is vergeten, weet hij nog heel veel. Hij was een grote geleerde. Hij heeft nooit geschreven. Hun schreven niet. Maar in deze tijd heb je geen Bukhari's meer. In deze tijd, als je niet schrijft, degene die schrijft, die blijft. Degene die niet schrijft, ja niet. Schrijven is belangrijk, want onthouden is moeilijk in deze tijd. Je kan nog steeds onthouden, maar je kan niet veel onthouden. Daarom, ja, niet, kennis moet je noteren. Daarom zegt ook iemand, hij zegt al-ilm wa saydun. Al-ilm is sayd. Sayd is een prooi. Al-ilm wa saydun wa kitabatu qayduhu. Al-kitabat schrijven is waarmee je de prooi vangt. Want de prooi, hij kan wel langskomen, ja niet. Zeg maar, als je gaat jagen of zo, hij kan wel langskomen, maar als je hem niet kan grijpen, als je niks hebt om mee te schieten en om mee te vangen, dan ook al komt hij langs. Dus al-ilm wa saydun wa kitabatu qayduhu famsik suyuduka bil hibar al wafira. Hij zei, grijp je prooi met inkt, yani met schrijven. Dus yani schrijven, daarmee en ik blijf heel veel kennis, blijft aanwezig. En nadat je hebt geschreven, dus je schrijft niet alles, je schrijft datgene wat je wil onthouden. En als je het hebt geschreven, ga je het ook herhalen. En wat je hebt geschreven, misschien ga je daar gedeeltes van memoriseren. En zo, ja, die blijft kennis, of zo vermeerdert kennis. Maar iemand die niet schrijft, en die ook niet onthoudt, of die half onthoudt, ja, die meestal heeft die helft onthouden, en die andere helft moet of iemand aanvullen. En als die andere ook niet heeft onthouden, heeft die helft van de kennis. En de helft, ja, zo ontstaan veel misvattingen. Iemand weet de helft, of hij weet ongeveer, of hij voegt iets bij. Zo en er ontstaat verwarring. Dus opschrijven en schrijven van kennis en is belangrijk. En vooral zoals ik zei in deze tijd, een tijd waarin weinig mensen eigenlijk memoriseren. Omdat memoriseren yani, voor heel veel mensen tegenwoordig moeilijk is. Doordat ze zoveel dingen hebben aan hun hoofd. Zoveel dingen die hun bezighouden. Yani, vroeger was dat niet zo. Vroeger, yani, mensen hadden niet zoveel zaken. Waren het simpel, heel simpel leven. En ze konden veel onthouden. Yani, omdat er gewoon simpel leven was. Yani, als het ging om eten, hadden ze gewoon, waren ze gewoon standaard eten. Melk van de koe en een beetje brood. En is simpel. Nu ga je supermarkt binnen, je ziet 1000 artikelen. En yani één soort yani, voeding en yani, 5 merken. En yani, goedkope, dure, dit en yani, light en niet anders. Eigenlijk hoor je, yani, je ziet zoveel dingen die je allemaal opneemt. En je hoort zoveel dingen die je allemaal opneemt. Waardoor gewoon eigenlijk weinig ruimte is voor de hifd. En ook, yani, er is geen taqwa. Er is weinig vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En er is weinig yani, taqwa. Waardoor yani, Allah subhanahu wa ta'ala en iemand geen tofiek geeft als het gaat om het opdoen of het memoriseren van kennis. En natuurlijk het bekende verhaal of het bekende ding is van uitspraak van Shafi'i rahimahullah. Toen hij zei, shakawtu ila waki'a su'a hifdi. Waki'a was zijn sheikh van Shafi'i. En hij zei,
ik klaagde bij hem om mijn slechte memorisatie. Hij memoriseerde slecht. Dat zei, hij zegt dat yani, uit nederigheid of uit. Maar hij zei tegen zijn, hij zei shakoutu ila wakia su'a hifdi fa arshadani ila tarki al ma'asi. Zijn sheikh wakia, hij zei tegen imam Shafi'i van als jij goed wil memoriseren en je verlaat de zonde en die zondes, zonde, het verrichten van zonde, verboden zaken, het nalaten van verplichtingen, dat een van de straffen voor deze zonde is dat iemand geen kennis krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاسِ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتِهِ عَاسِ. Dus waar het om gaat is van dat we moeten schrijven zoveel mogelijk en niet schrijven. طيب, wat betreft een sujud al-sahw, wat we vorige week hebben behandeld, en in korte samenvatting, we zeiden toen sujud al-sahw is de sujud die plaatsvindt op het einde van het gebed of na het gebed, naar aanleiding van iets extra's of naar aanleiding van iets tekort of naar aanleiding van twijfel, yani ziyada of een naqs of een shak. En sujud al-sahw wordt niet gedaan voor iets wat met opzet wordt weggelaten. Als bijvoorbeeld iemand met opzet een rokken weghoudt of weglaat, of met opzet wajib weglaat, en arkan en wajibet hebben behandeld, als iemand dat doet met opzet is zijn salah batil. Als iemand een sunnah weglaat, iets wat sunnah is, wat niet verplicht is maar aanbevolen is, met opzet of uit vergeetachtigheid, daarvoor hoeft geen sujud al-sahw voor verricht te worden. Dus ziyada, als het gaat om een wajib of rokken of iets anders. Tayyip, dus een ziyada of een naqs of een shak. En een ziyada hebben we toen gezegd, als iemand iets extra's doet in het gebed, yani uit vergeetachtigheid, hij heeft zich vergist en hij doet dat in het gebed, iets extra's, bijvoorbeeld een extra sujud of een extra rokoor of iets anders extra, of bijvoorbeeld hij staat open naar de vijfde rak'a terwijl dat niet de bedoeling is. En iets extra, als hij iets extra heeft gedaan en hij is al voorbij, dan op het einde, bij de salam, doet hij sujud al-sahw na het teslim. Iets extra doet hij na het teslim. Twee keer sujud na het teslim. Tayyip, als hij iets extra's doet en hij is daar in dat extra, hij is nog daarmee bezig. Bijvoorbeeld iemand staat op naar de vijfde rak'a en hij komt erachter dat hij op de vijfde rak'a is. Zo iemand moet verplicht teruggaan. Als hij nog daar is, op die plek, hij is nog bezig met dat extra, dan moet hij verplicht teruggaan naar datgene waar hij was gebleven. Hij moet teruggaan en hij moet die extra yani, direct verlaten. En dan ook na het sujud of na het teslim, doet hij twee keer sujud al-sahw. Dat wat betreft ziyada. Wat betreft een naqs, iets tekort doen. Als hij bijvoorbeeld een rokken weglaat, want iets tekort kan of een rokken zijn en een fundament zijn, of iets wat wajib is. Als het gaat om een rokken, een fundament, en hij vergeet die in het gebed, als hij nog in dezelfde rak'a is, ja, met andere woorden, hij is nog niet in de volgende rak'a, en de rak'a eindigt wanneer hij terugkomt van een rokoor. Daar begint de nieuwe rak'a. Wanneer iemand terugkomt van een rokoor, Sami'a Allahu liman hamida zegt, dan begint de nieuwe rak'a. Dus zolang nog iemand, hij is iets vergeten, wat een rokken is, een fundament is, en hij is nog in dezelfde rak'a, dan moet hij verplicht teruggaan. Laten we zeggen van, yani, iemand, hij leest al-Fatiha, en hij gaat direct naar het sujud. Hij moet teruggaan direct, yani, naar een rokoor. Hij moet teruggaan. En dan maakt hij het af. En dan op het einde heeft hij ook sujud al-sahw na salam. Want dit is ook iets extra's, want hij heeft extra bewegingen gemaakt. Tayyip, als hij iets extra, als hij iets of een rokken is vergeten, maar hij is al verder dan die rak'a. Hij is al in de tweede rak'a. Hij is de rokken vergeten in de eerste rak'a. En hij is al in de tweede rak'a. Hij is al bezig met de tweede rak'a. Hij is al teruggekomen van rokoor. Sami'a Allahu liman hamida. Hij is misschien al in sujud. En hij herinnert zich dat hij rokken is vergeten in de vorige rak'a. Bijvoorbeeld sujud. Als dat al in de vorige rak'a heeft plaatsgevonden, dan moet hij heel die rak'a
als ongeldig beschouwen. Hij moet heel die rak'a, de vorige rak'a waarin die rukken is vergeten, moet hij als ongeldig beschouwen. Tayyip? Dus deze twee situaties kunnen zich voorkomen. Als hij sujud is, of als hij een wajib is vergeten, iets wat een verplichting is, maar geen fundament is, als hij dat is vergeten, en hij is nog op die plek, ja, met andere woorden, hij is die wajib vergeten, en hij is verder gegaan, maar hij is nog niet bij de volgende rokken, hij is nog niet aangekomen bij de volgende rokken, dan moet hij teruggaan. Hij gaat terug naar die wajib. Als hij nog niet, zolang hij nog niet bij de volgende rokken is, terechtgekomen. Bijvoorbeeld, iemand moet het tashahud doen. Eerst tashahud. Tashahud al-awwal. Hij vergeet om dat te doen. Hij staat op. Maar zolang hij nog niet helemaal is opgestaan, moet hij terug gaan zitten. Moet hij terug gaan zitten. Als hij gaat hij terug zitten, maakt hij, doet hij zijn tashahud. En op het einde van zijn gebed doet hij sujud al-sahw. Als hij tashahud bijvoorbeeld, wat wajib is, vergeet. En hij staat op en hij is al bij de rokken. Hij staat al, hij begint met Fatiha reciteren. Dan mag hij niet meer teruggaan bij de wajib. Mag hij niet meer teruggaan. En dan moet hij dat zien als dat hij dat heeft gemist. En voor een wajib mag hij sujud sahu doen. Voor het taslim. Want dat betekent dat hij iets is vergeten. Iets tekort heeft gedaan. En bij een tekort wordt sujud sahu verricht voor het taslim. Voor het taslim. Dus na het tashahud, sujud al-sahw verrichten, en terugkomen, en dan pas het taslim. Tayyip, dat is de tweede vorm, tweede soort. Derde is sujud al-sahw voor twijfel. Iemand twijfelt in het gebed. Heeft hij drie gebeden, of heeft hij vier gebeden? Heeft hij dit wel gedaan, heeft hij dit niet gedaan? Hij twijfelt, een shak. Als die twijfel, yani, als hij een bepaalde sterke vermoeden heeft dat hij iets heeft gedaan, yani, hij twijfelt, maar hij heeft sterke vermoeden voor een van de twee zaken. Als hij die sterke vermoeden heeft, dan bouwt hij op die vermoeden. Hij bouwt op die vermoeden en hij maakt zijn gebed af. Als hij bouwt op een vermoeden en hij maakt zijn gebed af, heeft hij sujud al-sahw na salam. Na salam. Heeft hij twijfel, maar hij heeft geen vermoeden wat juist is, yani 50-50%, hij weet niet of het dit is, hij weet niet of het 3 is bijvoorbeeld, of 4 rak'a is. Als hij dat niet weet, dan bouwt hij altijd op zekerheid. En zekerheid is altijd het minste. Het minste, dus hij moet uitgaan van 3. Als hij twijfelt over 3 rak'a'at of 4 rak'a'at, hij twijfelt daarover en hij heeft geen vermoeden of het 4 of 3 is, en het is echt 50%, dan moet hij altijd uitgaan van zekerheid. En zekerheid is het minimale. Dat is 3. Dan bouwt hij ook op, dan maakt hij zijn gebed af en dan heeft hij sujud al-sahw voor het salam. Voor het salam. Dit zijn de gevallen wat betreft sujud al-sahw. Bijvoorbeeld, iemand komt de moskee binnen, hij is te laat. De imam zit in een rukoor. Hij is bezig met een rukoor. Hij komt binnen, hij gaat met de imam, hij begint met de imam, hij gaat verder. Maar hij twijfelt. Heeft hij al wel de rukoor gehaald of heeft hij geen rukoor gehaald? Yani, heeft hij wel de rak'a gehaald of heeft hij geen rak'a gehaald? Hij twijfelt. Als hij yani, sterke vermoeden heeft dat hij de rak'a heeft gehaald, dat hij de rukoor heeft gehaald met de imam, hij heeft sterke vermoeden, bouwt hij erop en heeft hij ook gewoon salah gehaald. Heeft hij bijvoorbeeld twijfel, hij weet niet of hij sami'a Allahu liman hamidah zei of niet, of hij dat heeft gehaald of niet, dan bouwt hij op zekerheid en dat is dat hij het niet heeft gehaald. Dat hij het niet heeft gehaald. Dit is een kort samenvatting van sujud en al-sahw. Wat betreft de bewijzen, die heb ik vorige week opgenoemd. Degene die daarnaartoe wil keren, kan de lezing of de les van vorige week en die beluisteren. De schrijver, hafidahullah ta'ala, nadat hij de salah heeft uitgelegd en ook sujud al-sahw heeft uitgelegd, is hij aangekomen bij wat er plaatsvindt na as-salah. Wat er plaatsvindt na as-salah. Onder andere het dhikr. Het dhikr vindt plaats na as-salah. Hij zegt, bab fi dhikri ba'da as-salah. Yani, als iemand klaar is met het gebed, zijn er ook andere rituelen of andere zaken die verricht kunnen worden. Onder andere het dhikr. En het dhikr ba'da as-salah is mustahab.
is aanbevolen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, zoals de schrijver hier opnoemt, hij zegt, قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات فقال سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان فقال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج فقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادات من النقص والوسواس وإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. طيب دسخريف حفظه الله تعالى نمت هنا أنطل فيرز أوب وعلى الله سبحانه وتعالى يعني أنس أنسبورت ومهم تخدينك أم الذكر تدون. الله زاتين القرآن سورة الأحزاب آية 41-42 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ديز فيرس الخمينة بفعل فور دو مؤمنين فور دو خلوفخة أم الله سبحانه وتعالى فيو فيو دو خدينك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أو يريد خلوفة خدينك الله سبحانه وتعالى فيل فيلدخ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا برايسهم تسبيح برايسهم بكرة وأصيلا in the ochtende and in the avond يعني برايسهم constant and ook خدينكهم فيل فيلدخ and constant and this is an algemene gebod van Allah سبحانه وتعالى an algemene verzoeken van algemene bevel van Allah subhanahu wa ta'ala aan de gelovigen om hem veelvuldig te prijzen. En Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hij zegt als jullie in de Koran horen ya ayyuhalladhina amanu, als Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran ya ayyuhalladhina amanu, oh jullie die geloven, hij zegt spits je oren fa asghi ilayha sam'ak, spits je oren en luister goed. Fa innama huwa amrun تؤمر به أو نهي تنهى عنه. هذا أشيري هورا دات الله سبحانه وتعالى زغت يا أيها الذين آمنوا سبيتش أورا وات نا ديز أوبروب كومت أوفن خبط ومت أيت تفور أوفن فربط دي فرميد موت فوردا ان إن ديز فرس استن خبط يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا خديك الله سبحانه وتعالى فيل فيلدخ ان أجزت الصحيفة حفظه الله دات الله سبحانه وتعالى dit specifiek heeft opgedragen na het verrichten van aanbiddingen. Yani het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is in een aantal verzen gekomen na aanbiddingen, na grote aanbiddingen. Onder andere na de gebeden. Alles wat in de Koran, in surat al-Nisa, ayah 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Alles wat hier in deze vers. Als jullie klaar zijn met het gebed, gedenk Allah subhanahu wa ta'ala dan staand en zittend en liggend. En dit is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala na de gebeden. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. In surat al-Jumu'a zegt Allah subhanahu wa ta'ala na het verrichten van al-Jumu'a فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, als dit gebed yani voorbij is, en hier wordt mee bedoeld het gebed van al-Jumu'a, wat aanbidding is en waar Allah subhanahu wa ta'ala ons opdracht voor heeft gegeven. Hij zegt, hoe moeten wij deze dhikr doen? Wij doen deze dhikr op de manier van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed, zo moeten wij dat ook doen. En niet op andere manieren. Hij zegt, niet zoals de methodes die geïnnoveerd zijn. At-turuq al-muhditha, hij zegt as-sifa al-muhditha. De methodes op manieren die geïnnoveerd zijn door mensen. Zoals Sofia dat doen, Al-Mubtadi'a dat doen, de innoveerders dat doen. De innoveerders, Al-Mubtadi'a en vooral Sofia, hun hebben heel veel manieren geïnnoveerd als het gaat om adhkar. Hun doen bijvoorbeeld adhkar gezamenlijk.
En ze doen adhkar met één stem. Yani tegelijkertijd na salah. En ze hebben adhkar verzonnen en toegevoegd aan wat er aanwezig is in de islam. Dit zijn allemaal adhkar die niet toegestaan zijn om te doen. En niet in deze vorm of op deze manier. Maar een adhkar moeten wij doen zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. Want elke aanbidding is pas een aanbidding als het voldoet aan twee voorwaarden. Onder andere ikhlas voor Allah subhanahu wa ta'ala en toewijding. En tweede voorwaarde dat die daad wordt gedaan overeenkomstig met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het dhikr behoort ook tot de ibadat. Dus behoort ook tot de zaken die moeten gedaan worden volgens de methode van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En iemand die iets anders toevoegt, een bepaalde vorm toevoegt of een bepaalde tijd toevoegt of een bepaalde gedaante eraan geeft, een bepaalde manier eraan geeft, gezamenlijk of met stem verheffen of met één stem, zulke mensen hebben dingen, zaken toegevoegd. En de profeet heeft gezegd: men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, fahuwa radd. Iemand die iets doet waar wij geen opdracht voor hebben gegeven en waar ons dien niet mee is gekomen, zo'n daad wordt niet geaccepteerd. Fahuwa rad, yani mardood, mardood alayh, yani wordt niet geaccepteerd en is waardeloos en is bid'a, yani is zelfs een zonde. Sterker nog, is ze nog gevaarlijker dan een zonde, want bid'a zijn erger dan zonden. Tijd de adhkar zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. Zoals de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat deed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij klaar was met het gebed, als hij klaar was met het gebed, hij deed teslim. Hij deed teslim en hij was de imam. De profeet was de imam. Als hij klaar was met het teslim, keerde hij niet zijn rug direct naar de mens toe. Hij bleef even een tijdje wachten richting de qibla. Totdat hij zei: astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Hij zei deze zikr, dan pas ging hij zich keren en zich richten naar de mensen die achter hem bidden, naar de sahaba. Dus voor de imam is het sunnah om even te blijven richting qibla, totdat hij deze zikr zegt. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. En dan draait hij om richting de mensen. Dus hij blijft niet te lang richting qibla. En hij keert ook niet direct naar de mens toe. Maar hij blijft deze kleine poosje die we net hebben opgenoemd. Aisha radiyallahu anha. Aisha, de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ze zei over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Iza kan een nabi sallallahu alayhi wa sallam. إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إن هذا الحديث في صحيح مسلم. And therefore of زي هاي استغفر الله استغفر الله يعني استغفر الله. Dus زي pas de had deze zikr en dan pas ging hij richting de mensen. Keek hij richting de mensen. En ook wat sommige mensen doen, sommige imams doen, als hij keert niet helemaal. Hij keert voor de helft. Yani, als hij zeg maar richting de qibla is, dan keert hij, blijft hij gewoon zo. De sunna is dat hij helemaal terugkeert, zo, naar de mens toe. Helemaal terugkeert naar de mens met zijn gezicht, naar de mensen toe. Zoals, en plus, bij het keren naar de mensen, kan hij twee kanten op. Hij kan naar rechts en naar links. Allebei de kanten zijn sunna. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ging zowel links, van de linkerkant naar de mensen toe kijken, als rechts. Hij deed beide kanten. En beide kanten zijn overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. Onder andere Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hij zei: Ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kathiran, kathiran yansarifu an yasarihi. Ibn Mas'ud zei van: ik zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam vaak naar links toe gaan. Als hij zeg maar terugkeerde naar de musallin, naar de mensen, hij zei, zag ik hem vaak dat via de linkerkant, hij ging naar links. En deze hadith staat in Bukhari. En ook Anas radiyallahu anhu, staat ook in Muslim. En Anas radiyallahu anhu zei ook, hij zei, ik zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yani, richting de mensen toe gaan, van de rechterkant. Hij zag hem yani, van rechts. Ibn Mas'ud heeft gezegd wat hij heeft gezien. En Anas heeft overgeleverd wat hij heeft gezien. Dus beide
zijn toegestaan. De imam kan zowel van links als van rechts richting de moslims zich richten naar de moslims toe. Zowel van rechts, en als van links. En de mensen die achter de imam bidden, die mogen niet opstaan of die horen niet op te staan pas als de imam zich heeft gedraaid. Dus bijvoorbeeld als de imam zegt assalamu alaikum rahmatullah, is het niet gepast om gelijk op te staan en weg te gaan. Pas als de imam zichzelf draait naar de mensen toe, dan pas kunnen mensen vertrekken als ze willen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt yani in overlevering, hij zegt inni imamukum. Hij zegt ik ben jullie imam. Hij zegt fala tasbiquni bir ruku'. Wala bis sujud, wala bil insiraf. Hij zegt ik ben jullie imam. Ga niet voor mij sujud doen of ga niet voor mij ruku' doen. Yani haal me niet in als het gaat om ruku'. Doe ook niet sujud voor mij en vertrek ook niet voordat ik klaar ben. Yani voordat ik al-insiraf hier zo in deze hadith, geleerden verschillen over wat al-insiraf hiermee wordt bedoeld. Yani mal muad bil insiraf in deze hadith. Sommigen hebben gezegd al-insiraf betekent van dat we niet mogen opstaan totdat de imam weg is gegaan, helemaal weg is gegaan. Sommigen hebben gezegd nee, al-insiraf betekent dat hij zich richt naar de qibla, de insiraf, waar we het nu over hebben. Dan pas mag je opstaan. Sommigen hebben gezegd, de insiraf hier betekent het teslim. Yani het teslim, dat hij, yansarif, bimana, yusallim. Teslim, yani tijdens het gebed. En deze mening is ook sterk. Is best wel sterk. En allebei de meningen zijn sterk. Van dat hij zich keert naar de mensen toe. Daar zijn ook andere overleveringen over. En ook het teslim, dat de insiraf hiermee het teslim wordt bedoeld. Want hier in de hadith wordt een rokoor genoemd. Er wordt ook een sujud genoemd. En die vinden plaats tijdens het gebed. En ook een insiraf kan ook een teslim mee worden bedoeld. Waar het om gaat is van dat je pas opstaat als de imam zich pas heeft omgedraaid. Tayyip. En daarna als de imam zich heeft omgedraaid. Bijvoorbeeld. En er bidden ook vrouwen. Met de imam in de moskee. Dan is het sunnah dat de mannen blijven zitten. Totdat de vrouwen vertrekken. Doet de vrouwen even blijven zitten. Dat de vrouwen vertrekken. De vrouwen moeten natuurlijk niet yani, rustig aandoen. Maar ze moeten zich haasten. Zoals de sahabiyas dat deden. De vrouwen van de sahaba en de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij gingen zich haasten als ze met de profeet sallallahu alayhi wa sallam baden. Gingen zich haasten als ze klaar waren. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die stond niet op. Pas als hij bleef zitten. Totdat de vrouwen yani, vertrokken. En daarna gingen de sahaba en de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertrekken. En Salama radiyallahu anha zei kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasira qabla an yaqum qalat nara wallahu a'lam anna dhalika kana likay yansarif an-nisa قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وهذا رواه البخاري. سلمة رضي الله عنها de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ze zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam als er yani vrouwen met hem baden in de moskee, als er vrouwen waren die ook het gebed verrichten met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam als hij salam deed, als hij salam gaf, dat de vrouwen opstonden. Vrouwen stonden op en die gingen vertrekken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam bleef een tijdje zitten. En dan pas stond hij op. En Salama, ze zei, en ik denk dat hij dit deed, zodat de vrouwen vertrekken en niet zeg maar de mannen tegenkomen. Yani de vrouwen vertrekken eerst en dan pas de mannen. Dus als de vrouwen zijn vertrokken, dan pas vertrekken de mannen. Tayyib, een zikr ba'da salah. Wat is de zikr? Wat zijn de adkaar, overleveringen, de gedenkingen die overgeleverd zijn na de salah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, als eerste als hij klaar was, zoals ik zei, als hij klaar was op het gebed, zei hij drie keer astaghfirullah. Hij zei astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Deze staat in de hadith
حديث ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا كان يستغفر الله ثلاثا ليس حديث ثوبان يستغفر الله ثلاثا هذه استغفار دريكير. طيب هو إزاي استغفار الوليد إزاي تيخ إمام الأوزاعي نتس إما فند خروت الخلير ده فند السلف هذا تيخام كيف كان الاستغفار هذا كيف الاستغفار تزاي الأوزاعي تيخام هذا تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني دش زات أستغفر الله زو مديز استغفار زين مت إما كان أوك بخرايف الاستغفار فوت رب اغفر لي زخا أوف اللهم اغفر لي وارحمني أوف إتس أندرس دتس أوك أما استغفار ما هاي زاي الأوزاعي زاي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله عندنا زخية اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام زو استعد ديزا إن حديث حديث ثوبان إن صحيح مسلم عندنا موت زاي أص دي إمام دت أوك زخت ده موت يزخكير نا دمنسة نا دمنسة أدخلت فدر زخت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ديتزخيدان يعني دارنا نادشي ديزا هب خزاخت أنوك ديتستات إن أنت أوف ليفرين إن صحيح مسلم أندر أندر وارين دو بروفيت صلى الله عليه وسلم يعني ديزا زاكة أو ديزا أذكار يعني أبنومت ديزا أذكار أبنومت أش كلابة من ديزا أذكار دي بيتها بأبنومت دان زخية سبحان دان زخية درين ديت خكير سبحان سبحان الله والحمد لله والله أكبر درين ديت خكير درين ديت خكير درين ديت خكير بأكار إذا تنيخن نيخن تخكير إن أصلاست زخي دان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بأكار إذا يعني 100 بأكار إذا 100 إن ديزا ذكر is it ook aanbevolen om آية الكرسي te lezen om آية الكرسي te lezen en de profeet صلى الله عليه وسلم زاي يعني over آية الكرسي هذا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة وبين دخول الجنة إلا الموت هذا دخين دي نا ألك خبات آية الكرسي ريستيرت يعني as for him as to him en het binnengaan van het paradijs alleen maar de dood en als hij dood zou gaan zou hij yani, het paradijs binnengaan zou hij het paradijs yani, binnengaan dat is het enige wat hem tegenhoudt is eigenlijk de dood en na het reciteren van Ayat al-Kursi is het ook aanbevolen om Surat al-Ikhlas te lezen en Qul a'udhu bi Rabbil Falaq en Qul a'udhu bi Rabbil Nas deze na elke gebed één keer en na al-fajr drie keer en zo alhamdulillah en sommigen hebben ook gezegd na al-maghrib drie keer maar na al-maghrib drie keer omdat maghrib en fajr behoort dat bij al-kar al-masa dus als je dat yani, bij al-kar al-masa hebt gedaan dan doe je het bij maghrib één keer en ook bij fajr yani, één keer of je doet het yani, gelijk tegelijk met al-kar al-masa. En ook wat ook yani, sommige geleerden zeggen wat betreft yani, het tesbih die ik net zei die tesbih die tel je met je vingers met je rechterhand en met je vingers zo tel je die het tesbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar met je rechterhand en met je vingers of je pakt heel je vinger zo yani 1, 2 zo of yani, met je, hoe noemen ze deze? Ja? Niet met je pink, deze stuk. Vingercoaches. Vingercoaches. Dat je ze zo optelt. En is ook toegestaan. Ja, je telt ze met je vinger op. En je hoeft geen, zaken te gebruiken. Zoals die kralen, subha of iets anders. Want deze vingers waarmee je telt. Deze gaan met jou mee in het graf. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals Aisha zei, kan je aqidu tesbih biyamini. Hij deed tesbih, yani, tijdens na het gebed, met zijn rechterhand. Met zijn rechterhand, yani, met zijn vingers.
Dat is dus de sunnah. En ook deze vingers zullen getuigen tegen jou. Yawm al-Qiyama. Zullen getuigen voor jou. Dat je het tasbih hebt gedaan. En ook deze vingers zullen praten Yawm al-Qiyama. Want onze ledematen zullen gaan praten Yawm al-Qiyama. En ze zullen zeggen wat ze hebben gedaan. Dus deze, als je daarmee tasbih doet, zullen ze ook voor jou getuigen Yawm al-Qiyama. En deze vingers gaan ook met jou mee in jouw graf. En met die kraaltjes, die blijven achter. En die kraaltjes, dat is eigenlijk iets van Sofia. Sofia hebben dat ingebracht. En Sofia zijn daarmee gekomen en hebben dat geïnnoveerd. En de Sofis hebben ook bepaalde aqida. Ze zeggen dat het beter is om die kralen te gebruiken. En ze hebben ook verschillende soorten kralen. De ene heeft groter en de andere heeft kleiner. En de andere, sommige kralen zijn zo groot dat je ze moet trekken. Ja, niet zo met kracht. En aan de hand van, afhankelijk van die posities van hun shuyukh, waar ze van beweren dat ze bepaalde posities hebben. En elke sheikh heeft zijn eigen kralen en zijn eigen ketting. Ala kulli hal, dit behoort, yani zoals vele geleerden zeggen, tot innovaties. Dus deze kralen moeten wij niet gebruiken, maar we gebruiken onze vingers. We gebruiken onze vingers. En wat betreft Salat al-Fajr en Salat al-Maghrib, is het ook nog een sunnah om na deze adkaar die we net hebben opgenoemd, om 10 keer te zeggen La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Als je zegt van yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, is ook overgeleverd, is ook toegestaan. Deze zeg je na al-fajr en na al-maghrib 10 keer. 10 keer. En je kan ook nog na al-fajr zeggen Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ook dit is overgeleverd na salat al-fajr. En de dhikr moet je die hard opdoen of zacht opdoen, yani zacht zeggen of hard zeggen. Yani sommige geleerden zeggen van dat je deze elkaar na salat, dat je die hard kan zeggen. Sommigen zeggen dat je die hard kan zeggen en dat de sunnah is, dat je ze hard zegt. Want Ibn Abbas, yani radiyallahu anhuma, hij was nog klein in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei dat hij yani wist dat het gebed voorbij was aan het dhikr. Yani hij hoorde de mensen met harde stem het dhikr doen. Hij zei van ik wist dat het gebed voorbij was, dat ze klaar waren door hun stemmen. Door hun stemmen. Maar niet dat ze het samen deden. Iedereen deed het voor zich. Iedereen deed het voor zich. Het dhikr yani. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya al jalal wal ikram. Als je het yani hardop zou zeggen, ook die la ilaha illallah, yani 10 keer bij de maghrib en bij de fajr, als je het hardop zou zeggen, yani, is dat geen probleem. En zoals ik net zei, bij heel veel geleerden is dat de sunnah, en ook onder andere Sheikh Salih al-Fawzan zegt dat ook, onder andere Sheikh Ibn Uthaymeen die dat ook zegt. En zoals ik net zei, hadith Ibn Abbas is daarin duidelijk. En ook zei Ibn Abbas, hij zei kana raf'u s-sawt bi-dhikr, kana raf'u s-sawt bi-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei dat de mensen yani hun stemmen opheften yani na de verplichte gebeden met het dhikr. Hij zei dat aanwezig was in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus deze mening is sterk. Qua bewijsvoering is het sterk dat je yani je stem kan verheffen bij het verrichten van deze dhikr. Behalve bij het tasbih, bij subhanallah, alhamdulillah, wa akbar. Dat zeg je rustig, ayat kursi en dergelijke. En tot met tasbih kun je yani, hardop zeggen, een beetje stem verheffen. Deze hoofdstuk gaat de schrijver het hebben over Salat al-Tatawwa en de niet verplichte gebeden. Ik denk dat het gewoon inshallah voor volgende week